Nog eentje, super belangrijk. En eigenlijk de basis van al ons coaching trajecten en ook zelf de basis van onze naam van ons bedrijf. Dus Grow Me Coach, voor wat staat dat eigenlijk? Voor moest u het nog niet afgevraagd hebben, hè? Grow Me Coach is eigenlijk slaat voor op de Growth Mindset Coaching. Dus Growth Mindset, wat is dat eigenlijk? Dat is de mate waarin dat je gelooft dat je eigenlijk alles kan leren. Dat je brein tot alles in staat is. En dat je dus eigenlijk gelijk wat kan leren. Maar natuurlijk dat leren dat inspanning gaat vragen. En dat het dus ook zo is dat als je meer talent hebt rond een bepaald vak, gaat dat sneller gaan. Als je echter minder talent hebt voor een bepaald vak, gaat dat natuurlijk een stuk trager gaan. En wat is nu eigenlijk wat ik eigenlijk heel graag had willen weten als ik jong was? Vooral de duidelijkheid, als wij jong waren, dat waren punten nog alles. En dat is trouwens één van de dingen die zorgen dat je niet in een growth mindset geraakt, maar eerder het risico loopt fixed mindset te zijn. Omdat je dan moet focussen op het resultaat. Maar wat is de meest eenvoudige manier om jouw eigen te trainen in de growth mindset? Is de eerste volgende keer als je een opdracht krijgt, gelijk wat, iets krijgt, waar dat je, ja, wat dat niet direct lukt, waar dat je zoiets hebt van, oh my god, dat lukt mij hier echt niet. Als je jouzelf dan betrapt, dat je zegt iets in de zin van, ja, dat kan ik niet, daar heb ik geen talent voor. Dat is echt niks voor mij. Dus de eerstvolgende keer dat je die zin zegt tegen jezelf, is eigenlijk het moment waarop dat je één dingetje moet aanpassen, één klein dingetje. En je moet gewoon in de plaats zeggen, amai, dat kan ik nog niet. Hè? Nog, heb je het gehoord? Dus dat kan ik nog niet. Gevolgd door dan de zin, oké, wat zou ik kunnen doen? Wie zou mij kunnen helpen? Welke tools zou ik kunnen vinden om hier stappen vooruit te zetten? Want dat gevoel dat je hebt is een heel logisch gevoel en is eigenlijk de essentie van leren. En dus hoe meer dat je jezelf traint om op die momenten te zeggen van oei oei, dat kan ik nog niet, wie of wat kan mij helpen om hier een stap vooruit te zetten, ga je brein in actie schieten om oplossingen te vinden. Nu weet ik, als ik nog jong was, dat was niet voor elk vak even gemakkelijk, want sommige vakken deed ik ook gewoon echt niet graag. Zit je nog met die uitdaging erbij, dan kan je nog een trapje hoger gaan. En dan moet je eigenlijk een keer nadenken van, wat zou ik later willen doen? Nog niet precies welk vak, maar ik zou in die of die richting eigenlijk wel verder willen studeren, nieuwe dingen leren. En door het dan te vertalen naar uw lange termijn droom, dan kan je natuurlijk ook concluderen van oké, als ik dat wil studeren, ja, dan moet ik vandaag mijn diploma halen. En als ik vandaag mijn diploma moet halen, ja, dan moet ik voor dit vak er ook wel ergens geraken. Dus, en dan komt er weer bij uw startzin, oké, dat kan ik nog niet. En wie of wat kan ik vinden om dat nu goed aan te pakken, mijn juiste strategie, zodanig dat ik hier goed genoeg punten ophaal, zodanig dat ik mijn dromen kan realiseren of dat ik mijn dromen kan ontdekken. Want je hoeft niet per se vandaag al te weten wat je later gaat willen doen. Maar je moet wel in staat zijn om stappen vooruit te zetten, zodanig dat je die weg wel kunt vinden. Zodanig dat je dan op termijn wel die dingen kunt vinden die je later zou willen doen. Want ja, hoe vinden wat je later gaat willen doen? Ja, dat is door te experimenteren, dat is voor dingen te proberen. Dat is eigenlijk een ontdekkingsreis. Hè? Ook bij mij. Hetgeen dat ik vandaag doe, is helemaal al niet meer wat voor dat ik gestudeerd heb. En is ook eigenlijk iets dat ik zo wat per toeval ingerold ben door geleidelijk aan opdrachten op te nemen die buiten de comfortzone zaten en die mij dichter en dichter brachten naar de job die ik nu aan het doen ben. Wat trouwens heel verschillend is als een job die ik bij de start deed. Maar allee, dus voor deze één kleine korte tip. Dus de eerstvolgende keer dat je zegt van oei, dat kan ik niet zo. Verandert een klein beetje en zegt, oh maar dat kan ik nog niet. Hè? Maar wie kan mij helpen? Wat kan ik doen? Welke tools bestaan er? Kan ik dan iemand vragen? En je gaat zien, je leven gaat serieus veranderen. En hoe vroeger dat je begint, hoe langer dat je van die tool kunt genieten. Bye.